Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vanmorgen 25 fruitbomen geschonken aan de faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit. De overdracht geschiedde symbolisch door middel van het planten van 2 citrusboompjes op het universiteitscomplex. De bomen zijn geplant door de waarnemend directeur van landbouw, Sudeshan Jairam, en Lydia Ori, richtingscoördinator agrarische productie. Jairam zegt dat er weinig animo is om landbouw te studeren en dat jongeren vooral kiezen voor ICT en technische richtingen. Terwijl juist in feite die kennis, die landbouwkennis, het belang daarvan groter is geworden. En het wordt groter omdat u weet dat vanwege de climate change en andere ontwikkelingen juist we meer beperkingen krijgen om die productie op te voeren. Terwijl juist vanwege de toename van de wereldbevolking de vraag naar voedsel steeds groter wordt. Dus terwijl die vraag groter wordt, aan de ene kant worden de mogelijkheden in feite minder, beperkt in feite vanwege de climate change, etc. Waardoor er meer kennis en kunde nodig is om toch wel de bevolking, de wereldbevolking, in voldoende mate te kunnen voorzien van voedsel en van kwalitatief voedsel. Dus vandaar dat die kennis heel belangrijk is en vandaar dat het ministerie van LVV en ook de minister van LVV de universiteit een belangrijke plek toekent en vandaar dus dat wij de samenwerking met de universiteit van Suriname verder gaan opvoeren. Jairam geeft aan dat het ministerie de mening is toegedaan dat gewerkt moet worden aan duurzame en structurele partnerschappen, waarbij ook de andere actoren worden betrokken. In bepaalde sectoren zijn we al bezig. Onder andere bijvoorbeeld de reissector heeft 2-3 maanden geleden de president een platform reissector geïnstalleerd waar alle stakeholders, processors, onderzoek, LVV, aantal ministeries, boeren zijn vertegenwoordigd en waar zij dan bij elkaar komen om problemen te bespreken, om besluiten te kunnen nemen voor die industrie, voor die reisindustrie, omdat tot nu toe blijkt dat dat in feite dat overleg, die besluitvorming in die sector een probleem vormt, waardoor er geen sprake kan zijn van optimale onderzoek, optimale onderhoud van infrastructuur, optimale voorlichting, etc. Dus vandaar dat wij dan proberen in alle sectoren dan uiteindelijk voor alle sectoren die samenwerking op gang te brengen. Het beleid van het ministerie is volgens Jairam vooral gericht op voedselzekerheid. Ori hoopt dat er incentives gegeven zullen worden voor de agrarische sector, zodat meer studenten zich aanmelden voor deze studierichting.